2005 is eigenlijk de periode dat men overgeschakeld is van de klassieke SSR naar de mode S in Bertum. En men heeft stelselmatig dus eigenlijk een plan opgesteld om alle Belgische controleraders te upgraden naar mode S. Het is heel belangrijk omdat we eigenlijk naar de toekomst gericht de nauwkeurigheid van onze data moeten kunnen garanderen, ook naar onze klanten toe. Dat vraagt toch dat we die inspanningen leveren om zo up-to-date mogelijk te werken met radars. Voor mij is Belgicontrole een firma die er de dag van vandaag staat en die de toekomst zeker aan kan en de uitdagingen van de toekomst ook.